afgelopen jaar was echt zijn jaar. Hij trad heel veel op over de hele wereld. Werd bejubeld door muziekplatforms als Pitchfork en de New Musical Express. The Guardian noemde hem een wonderkind. En gisteren sleepte hij de 3 voor 12 award in de wacht. Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste Nederlandse plaat van het jaar. En voor dat album, Cabinet of Curiosities, wat gekenmerkt wordt door een onversneden 60s sound, werkt hij samen met een opnametechnicus die in de jaren 60 achter de knoppen zat bij de opnames van hits van onder meer de Golden Earring en Q65. Aan tafel het muzikale talent van 2013, Jaco Gardner, 25 jaar. En de opname Wizard van toen, nu 73 jaar, Jean Audier. Welkom beiden. Het begint met jou, Jaco. Gefeliciteerd overigens met dit geweldige jaar en deze prachtige prijs die je gisteren ten deel viel. Jij wil jaren 60 muziek. Jij wil die klank van, nou, ik noem nu even Pink Floyd, maar in ieder geval het begin jaren 60, die wilde jij hebben. Toen dacht je, ja, dat gaat met de moderne opnametechniek bijna niet meer. Ik moet hem hebben. Ik moet Jean hebben. Hoe kwam je aan Jean? Ik kwam een filmpje tegen op YouTube van Q65. Die aan het opnemen waren in de opnamestudio toen in Nederland, in de fonogramstudio. En ik zag iemand achter de knoppen zitten die echt instructies gaf en heel gericht echt de leiding had in de sessie. Ik dacht, hem moet ik hebben om achter te komen hoe die sounds, weet je wel, wat er allemaal gebeurde om die sounds te kunnen maken. En toen ben ik via de jongens van Q65 ben ik zijn gegevens op gaan zoeken. Je hebt eerst gevraagd, leeft die meneer nog misschien? Ja, precies. Leeft hij nog? Ja. Dat vroeg ik inderdaad. Weet je wat we eerst gaan doen? We gaan eerst even naar een paar nummers van jou kijken en luisteren uiteraard. Zodat we ook de kijkers en Bo ook weten wat voor soort muziek je maakt. Dan weten we nog beter dat het helemaal jaren 60 is. Ja, Jean, je wordt gebeld door Jaco Gardner. Had je wel eens van hem gehoord? Nee. En die vraagt aan jou, meneer Jean, ik heb u nodig. Ik wil de sound van de 60s. Wat dacht u? Ik vond het leuk. Zei u ook meteen, dan heb ik nog wel wat liggen? Ja, wel. Ik weet precies hoe ik dat toen deed. Nou, ik moest wel eventjes graven. Hoe ik dat toen deed. Ja, want er staat hier iets op tafel. Dat heet een? Limiter compressor. Limiter compressor, dat was uw tovermiddel, zal ik maar zeggen. Dat was de sound van de 60s namens u. Waar stond dat ding? Bij me thuis. ergens... Ik mocht hem eigenlijk niet gebruiken in de studio. Want ik zat bij Fonogram en dat was natuurlijk heel erg officieel. Mm-hmm. Dus het was verboden om eigen gemaakte spullen mee naar binnen te nemen. Dus dan wachtte ik tot 's avonds 12:00. Dan was iedereen weg. Dat meent u niet? U zat bij Fonogram, begin jaren 60. Keurige orkestjes kwamen daar voorbij, stel ik me zo voor. En op een gegeven moment was daar de popmuziek. Beetje onaangepaste heren, Q65, Golden Earring. Dat werd uw pakje, Jan? Nou, ik was dus leerling, opnameleider. En op een gegeven moment dacht Peter Koelewijn, die kwam met het Q65 aanzetten. En allemaal dus in de studie. Ik had zelf ook nog een jas, top, daskeur, netjes, streeppak, allemaal prachtig. Nou, er konden een paar van die losgeslagen jongens met haar en de hele rotzooi. Ik kwam er binnen met gitaarversterkers. Nou, dat was het ergste wat daar binnen kon komen. Ik geloof dat de enige die binnen kon komen was Eddie Christiani, omdat hij zo netjes speelde. Als ik 2 man met mijn fietsbel bel, dan weet je het wel. Nou, dat mocht nog. Ja. En op een gegeven moment kwamen dus die jongens binnen en al die keeltjes met die stropdasjes van de studio, die namen al een beetje afstand. Die gingen ergens anders zitten en staan en zo. En op een gegeven moment toen had het studio in Rika, maar nou fijn. Ik zei tegen die jongens, kunnen jullie het even proef spelen? Nou ja, ik denk dat wat er toen gebeurde in die studio, dat die kerels die er rondliepen, zijn waarschijnlijk door de nooduitgang het benen genomen. Maar goed, het werd wel de toekomst van in ieder geval van de popmuziek, of misschien moet je zeggen het begin van de popmuziek. U bedacht zelf een apparaat. Dat horen we, want we gaan een paar nummers horen waarin dat apparaat, uw uitvinding, te horen is. We horen Q65, dat was echt uw productie. We zien ook nog George Baker Selection en Venus van Shocking Blue. Ja. Had ook niet geklonken zoals het klinkt zonder uw apparaat, hè? Nou, het is natuurlijk een samenspel, hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk niet zaligmakend. Het zat niet alleen in dat ding. Maar oorspronkelijk was het zo dat in Amerika waren ze er al langer mee bezig. Want hadden ze middengolfzenders en probeerden natuurlijk zo ver mogelijk te komen om zoveel mogelijk klanten te krijgen. Maar dan moet je natuurlijk geen pieken in je signalen. Ik probeer u te volgen, dit is zeer technisch. Valt mee. Nee. Maar dan heb je dus, als je te veel pieken hebt en die zender waait. Ja, precies. En als het te hard is, dan houdt die zender ermee op. Dus er moest
de zaak begrensd worden. En ik kon moeilijk vragen of die vogel dit zat te ik doen. Begrijp het. Dus vandaar automatisch. De limiter. Ja, en we hadden ze in Nederland wel. Maar dat was natuurlijk meer geschoold op klassiek. Dus dat waren hele rustige limiters. Maar een limiter om die popmuziek te volgen, ja, dat... We gaan even kijken naar drie nummers, waarvan één door u geproduceerd en de twee andere waren er niet geweest zonder uw uitvinding. Ik zat al de hele tijd te denken, wat was dat hitje ook alweer van Q6, This is the Life. Zo, dat kunnen we niet laten horen. Dat is veel te veel techniek. Dat kunnen wij in de studio. Ja, dat moet analoog naar digitaal. Dat, helemaal niet erg. Wat we wel kunnen laten horen, want we willen zo graag... Jaco, nu ben jij weer aan de beurt. Horen hoe je die 60s sound krijgt in 2013. Dit is een oude bandrecorder. Ja, 64. Niks meer dan dat. Een hele oude microfoon. Ja. Uit de studio trouwens, ook uit de fonogramstudio. Oké, allemaal van toen. Ja. Van toen. Laat eens wat horen, zodat wij meteen begrijpen hoe je een beetje werkt. Ja, als je echt dus een 60 sound wil, heb je dus onder andere een oude microfoon nodig, een bandrecorder, andere oude spullen, voorversterkers. En alles samen maakt het plaatje compleet eigenlijk. Dus als ik een stukje zou spelen, even kijken. Grote knoppen, dus... Ja. Kijk, dat is geluid alleen al. Ja. Ik zie al die vloeistofdia's uit die tijd. Zie ik al een beetje zo op de achtergrond. Die beginnen al een beetje te borrelen. Dit heb je gedaan. Ja. Dit klonk nog erg, modern. Modern, precies. Wat is dit? Ik voel weer een patent aankomen. Ja. Schitterend. Ja, het is inderdaad ongelooflijk. Echt, hè? Mooi. Tot slot, Jaco. Het gaat je heel goed. Je gaat vast nog veel meer platen maken. Allemaal in de stijl van de 60's. Dat is gewoon, daar blijf je trouw aan. Ja. Dat is de mooiste muziek. Dan houdt u lekker werk. Voor een gedeelte wel. Hij doet natuurlijk veel thuis. En het leuke is met die moderne techniek. Hij zendt via de telefoonkabel. En die is bij ons in de polder niet zo heel geweldig. Mm-hmm. Zendt hij het digitaal naar mij toe. En ik bewerk het dus. En dan gaat het weer terug. Heeft u al nieuwe klanten gekregen? Jaco was natuurlijk een pionier. Nee, eigenlijk niet. Want ze zijn bijzonder digitaal ingesteld, de mensen tegenwoordig. Ja. En Nederlander is heel sterk van wat voorbij is, is voorbij. Dat gooien we weg. Engeland, Amerika hebben dat heel anders. Die bewaren al dat soort dingen. Dat is een oude stoomtrein en zo. Dus belangstelling, ja, ze vinden het wel aardig en leuk. Ik denk ook ze niet helemaal beseffen wat er aan de hand is. Tom Waits zie ik dit ook wel doen. En die vindt het toch altijd heerlijk om te experimenteren met geluiden en zo. Ja, en in Amerika zijn er ook studio's die nog helemaal analoog zijn. En in Engeland ook. En hier, ik weet het niet. Mag ik jullie beiden veel feliciteren met het succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. En veel succes. Ja, zeker. Het album Cabinet of Curiosities ligt in de winkels.